Goedendag. Ik kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Nederland lag er vandaag schitterend bij. Op de satellietfoto van vanochtend 10 uur zien we een paar wolken boven het noorden van Nederland en op de Waddeneilanden viel enkel lokaal buitje, maar de rest van Nederland scheen de zon volop. En zoals je ook thuis ziet, dat gold voor een groot deel van Europa. Zware buien met onweer lagen boven Polen, Tsjechië en Oostenrijk en ook boven de Balkanlanden. Daar was het echt slecht weer. Maar bij ons niet. Ook niet als we de boel in beweging zetten, dan zien we dat in de loop van de dag de wolken langzaam naar het noordoosten trokken, dat er ook wat stapelwolken ontstonden, maar verder eh, niets aan de hand. Ook ten zuiden van ons is er weinig aan de hand, pas boven het midden van Frankrijk komen we weer een gebied met stapelwolken tegen. Dat bereikt ons voorlopig niet. De temperaturen waren zomers. De maxima vanmiddag om 2 uur. Daarna zal de temperatuur nog iets oplopen, maar om 2 uur vanmiddag was het het warmste inhoek van Holland en Rotterdam. Daar 25 graden, Amsterdam ook 25 graden. En opvallend genoeg in het oosten juist wat lagere temperaturen. Daar stond weinig wind, maar de zon scheen er wel volop. Dus ook daar voelde het heerlijk aan. Vanavond dan ook een heerlijke zomeravond. De stapelwolkjes, die lossen geleidelijk op. We hebben flinke zonnige periode tot zo zonsondergang en blijft overal droog. Temperaturen zo'n 20 tot 22 graden. In de nacht trekt er een gebied met wat hoge bewolking over het land... Er valt geen regen uit en de temperatuur daalt naar 13 graden. En dan komen we bij het weer voor morgen. Morgen blijft het bijna overal droog. Er zijn zonnige perioden, maar er zijn wel meer wolken dan vandaag. Iets minder zonnig dus, maar de temperaturen gaan juist omhoog. Want met de zuidelijke stroming stroomt warmere lucht onze kant op. 23 à 24 graden aan zee, 25 tot 27 graden in het binnenland. Boven de Ardennen en de Eifel kan er bij die temperaturen een bui ontstaan. En met een zuidelijke wind kan die heel misschien in de namiddag of avond Limburg bereiken. En de rest van het land blijft het gewoon droog en dan hebben we ook morgenavond weer prima barbecue weer. Dat hebben we niet op zaterdag. Dus als je het wil doen, doe het dan vooral morgen. Want een zaterdag neemt de vochtigheid verder toe. Ook de warmte, de temperaturen gaan nog iets omhoog, maar er gaan dus ook buien vallen. In de loop van de dag trekken die vanuit België het land binnen en het kan dan regenen en onweren. Ook eventjes hagelen en ook windstoten zijn mogelijk. Slecht weer zaterdag. In de nacht naar zondag trekken die buien weg. En zondag overdag hebben we dan nog enkele buien, vooral de oostelijke helft van het land. In het westen van het land blijft het grotendeels doog, denk ik. Temperaturen gaan wel weer naar beneden, maar met 24 graden is het nog steeds zomers. Maandag, ook zomers, de temperaturen van rond 24 graden en dan blijft het op de meeste plaatsen weer droog. Al met al houden we de zomer dus in het land, dan zien we ook in de langetermijnverwachting temperaturen blijven ruim boven de 20 graden steeds uitkomen en kruipen in de loop van volgende week weer langzaam richting de 25 graden. De zomer houdt dus niet op. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.